Rogério Manes, het wordt uiteindelijk 1-1 tegen Telstar. Jullie gelijkmaker valt pas diep in de extra tijd. Ja, dit waren hele dure punten, hè, die jullie verspeeld hebben vanavond. Nee, klopt. We hebben gestreden in de laatste minuten. Eigenlijk de laatste, gewoon heel de tweede helft. En de kans hebben we gewoon niet afgemaakt. Ja. Dat is gewoon zonde. Telstar komt op 0-1 via Gleinor Plet. Daar ben jij bij betrokken. Je speelt hem eigenlijk gewoon de bal in de voeten. Hij pakt het cadeautje uit. Jij kon wel door de grond gaan, denk ik. Ja, het was wel een teleurgestelde bal. Ja. En ik kap hem terug. En ik kwam op Michael spelen, maar dat was hij opeens tevoorschijn. En, balen. En natuurlijk mijn schuld, maar het team stond achter mij. En daar ben ik blij om. En ik heb het gewoon weer goed opgepakt. En de kansen natuurlijk nog niet afgemaakt. Ja, een verschrikkelijk moment voor jou, denk ik. Ja, het is een verschrikkelijk moment. Het is gebeurd. En daar moet ik het gewoon ophouden, niet meer terug aan denken. Nee. Team zat achter mij, dat is gewoon goed. Ja. Kan je dan snel herpakken? Ja, zeker. Gelijk de jongens zeiden gewoon tegen mij, ga gewoon door, kan gebeuren. Dat heb ik gewoon goed opgepakt. Ja, en dan komen de kansen, hè, in de eerste helft. En die verzuimen jullie af te maken. Je moet eigenlijk gewoon in de eerste helft al gewoon Kaandorp 1-1, Boeja Glaven die in het zijn net schiet. Ja. Je moet eigenlijk voor rust al gelijk komen. Nee, klopt. Die moesten we gewoon afmaken en dat doen we niet. Jammer. En tweede helft gewoon denk ik ook de kans gekregen, maar toch niet kunnen afmaken. Alleen Radinho heeft gewoon gescoord van ons. Tweede helft is het eenrichtingsverkeer. Hè? En het wordt uiteindelijk nog 1-1. Maar al met al een hele frustrerende avond lijkt mij. Nee, zeker. We waren zoekende. En hij viel net niet lekker. Of hij viel wel lekker en dan schoten we hem niet erin. Ja. Het is echt pech. Gewoon geluk niet mee, denk ik. Maar op naar de volgende wedstrijd, zou ik zeggen.